Dus influentials, ja, maar juist toegepast, concreet en niet zomaar in de bulk of in de brede zin te gaan gebruiken, maar echt specifiek op een aantal zaken. Ja, zoals dat we eigenlijk ook hebben uitgelegd, is de definitie van branding is ervoor zorgen dat er een sterk verhaal is dat door anderen ook verteld gaat worden op een consistente manier. Influencer marketing is dat exact, hè? Maar je laat het gewoon vertellen door een heel specifieke persoon of drager die op dat moment relevant is voor dat merk. Dus uiteraard is dat voor ons een heel belangrijke tool om te gebruiken. Zetten we dat zelf op? Nee, we zetten dat niet zelf op. Ook zoals uitgelegd proberen we heel erg de focus bij ons te houden op branding, positionering en het verhaal schrijven. En werken wij met partners samen om dan een influencer marketingstrategie op te zetten. Het hangt er ook een beetje vanaf van voor welke sector natuurlijk. Absoluut. In een consumer of B2C-omgeving is het natuurlijk al iets makkelijker in te zetten dan in een B2B-omgeving. En het gaat dan over een B2C-omgeving. Dan hebben we inderdaad, zoals Jonathan zegt, binnen Duval Union een aantal partners die daar zeer sterk en bedreven in zijn. Maar, als je aan de andere kant, dan kom je ook wel een beetje in het gevaar terecht van de trend van infobesitas. We zijn te veel aan informatie en te veel aan prikkels die je krijgt, zowel digitaal als in het echte leven, dagdagelijks. En we hebben mensen heel moeilijk om soms de echte waarde in te schatten van informatie. Dus influentials, ja, maar juist toegepast, concreet en niet zomaar in de bulk of in de brede zin te gaan gebruiken, maar echt specifiek op een aantal zaken.